Deze beschouwing die gaat over materialisme. Over materialisme kan ik drie insteken hebben, drie wegen om ermee te beginnen. Laten we beginnen met het woord zelf, materie. Materie is een vervoeging van het woord mater. En mater betekent moeder. En hoe dat nou precies in elkaar zit? Ik weet dat reclame wordt gericht op vrouwen. Met uitzondering van autoreclames, maar daar kan je ook nog eventjes bij nadenken hoor. Maar de meeste reclames gericht op vrouwen. En kinderen. Want mannen, ik wil niet zeggen dat mannen niet materialistisch zijn. Maar in de regel laten mannen zich niet zo leiden door reclameboodschappen. Die gaan meer zelf op onderzoek uit als ze een nieuwe boormachine willen. Ze gaan even vragen bij een vriend. Of even kletsen met iemand van een winkel. Let er maar eens op bij de tv als je die nog kijkt. Vrouwen zijn materialistischer dan mannen. Dus op dat terrein, als ze gevoeliger zijn voor reclames. Ook een begrip als mode, typisch vrouwelijke, mater, materie, mater-i. Ja, ik ben een man en daarmee minder materialistischer dan een vrouw. En als je ook naar mijn huis kijkt, er staan helemaal geen overbodige dingen in. Niet helemaal waar hoor, er zijn er wel dingen die nog wel weg kunnen. Maar ik denk van ja, die kan ik later nog wel weggooien, als ik een keer zin heb. Ik heb al veel weggegooid, de laatste weken, dat is verschrikkelijk. Ongelogen hoor, richting de 40 vuilniszakken of zo. Ik heb zelfs iets weggegooid waarvan ik nu denk van potver, had ik dat maar niet weggegooid. Dat kan ik nu wel even gebruiken. Ja, goed. Is gebeurd. En voor de rest wat ik nu in mijn woning heb, dat heb ik nodig. Niet elke dag, maar nodig. Mijn boeken heb ik even weer de bezem erin gehaald. Heb ik een tijdje terug ook gedaan hoor. Dat was net na mijn scheiding. Toen kreeg ik al die boeken. Man. Die dozen. Man, de ene doos en de andere doos. Dus ik keek naar al die boeken. Daar heb ik Wim Kruidentuin gebeld. Kan je even langskomen met de auto? Dan gaan we die boeken dumpen bij het antiquariaat. Toen heeft Wim nog een aantal boeken eruit gevist. Van, oh, deze oma, die wil ik wel hebben. Zei, nou, wat jij wil hebben, mag je hebben. Ik hoef ze niet meer. Ettelijke dozen met boeken. Die Clio'en, die hingen helemaal schuin achterover, man. En allemaal gedumpt bij het antiquariaat, kregen we €30 voor. Zei Wim, dat is weinig. Ja, de nieuwe prijs waar ik ze voor aangeschaft had, was het. Nou, meer als het tienvoudige. Maar dat mag ook wel, oude boeken, wat moet je ermee, man? Ik ben niet gehecht. En nou, recentelijk heb ik dan weer een... Ja, toch weer een aantal boeken verzameld en ik denk, weg ermee, weg ermee, weg ermee.
En er zat er eentje bij. Dat was het Jurassic Park. Ik had die film, die kent iedereen. Maar ik heb dat boek een keer gekocht op een rommelmarkt. Met mijn dochter in gedachten. Maar die heeft het boek nooit ingebladerd, nooit wat mee gedaan. En ik zelf hoefde het niet. Die ook weggeknikkerd. En mijn dochter zei van, oh, maar die had ik wel willen hebben. Ja. Te laat. Nee, ik ben niet zo materialistisch. Ook niet bevattelijk voor reclames. Ik ben op zoek naar een nieuwe beamer. Maar ik weet ook niet of ik dat nou wel wil. Nou, dat weet ik dus niet even. Maar het speelt wel door me heen. Van, nou, misschien toch een nieuwe beamer. Maar misschien doet die oude het. Ja, anyway, lang gezeur. Maar materie komt af van het woord mater. En vrouwen zijn materiëler. Ze hebben ook te maken natuurlijk met die baarmoeder en die hormoonstanden. En mode dus. Hè? Dat vrouwen dan, altijd dit en dat, zus en zo. Mode heeft me nooit ene donder geïnteresseerd. Hè? Toen ik heel jong was, was ik 13 of zo, 14 en... Dan had je die mode, dat spijkerbroeken, die hadden dan wijde pijpen aan de onderkant. En dat moest ik dan ook. En dan was ik jaloers op vriendjes die dan wel wijde pijpen hadden. Want dat stond zo stoer. En mijn moeder die kocht dat dan niet voor mij. Mijn ouders hadden niet zoveel geld. En ik kreeg van die gewone spijkerbroeken, niet van die modieuze. Maar daarna interesseerde het me helemaal niks meer. Ik had zo'n hele lekkere trui en die ging uiteindelijk slijten. En dat boordje dat ging loszitten en alles. En kwam mijn moeder, die kwam een keer naar Arnhem en ik had die trui nog steeds aan. Sweater, wat is dat een ding? En die begon, het boordje zat helemaal los en allemaal toestanden. En mijn moeder keek dus naar me van die misprijzende ogen. En ik zag er al zo kijken. Ik zei, ja, mama. Hij zit nog steeds hartstikke lekker. Zei mijn moeder. Als we nou eens afspreken dat jij 80 euro per maand uitgeeft aan nieuwe kleren. Kijk ik mijn moeder aan, dan zei ik, nou, mam. Voor die poen ga ik liever naar de kroeg. Ja, inmiddels ga ik daar niet meer naar de kroeg. Maar in die dagen nog wel, hè. En die trui heb ik helemaal afgedragen. Door dat boordje er zo goed als afviel. Dan denk je, oké, nou is het klaar geweest. Ik heb laatst mijn oude spijkerbroeken. Ik had er 3. En heb ik er eentje aan flarden geknipt. En van die stukjes spijkerstof heb ik de gaten in die andere spijkerbroeken gelijmd. Met textiellijm. Dus daar, die kan ik weer aan. Mooi zo. Ja toch, dat interesseert me niet zoveel. En binnenkort moet ik dan weer gaan werken, mag ik hopen. Ja, dan wil ik wel hete hele kleren aan. Maar dan koop ik me weer een nieuwe spijkerbroek hoor. Dat kost zo'n ding tegenwoordig. Je wilt er van een aanbieding voor 2 voor 100 euro. Nou, 100 euro, dat kan ik wel leiden. En sweaters, zacht, die heb ik wel. T-shirts, barst ik in. Onderbroeken, genoeg. Sokken, genoeg. Ja. Ik ben niet zo materialistisch. Ik heb 2 paar schoenen. Hele goede schoenen, Duitse schoenen. Een Birkenstock en de andere merk, dat weet ik even niet. Die lekkere wandelschoenen. Een goed zwart. Zwarte schoenen, klaar.
Goede veter, een goede pasvorm. Huppakee. En dan zo'n verwisselbare binnensool, dat vind ik ook wel handig. Nee, daar kom ik de winter wel mee door. Een auto heb ik niet meer. Ja, een deelauto. Die deel ik met Wim Kruidentuin en Martin. Bevalt me prima. Oh, het is een klein stom kutautootje, dat weet ik wel. Maar hij rijdt toch, dus nou dan. En de achterbank kan je omlaag klappen, dus nou. Je kan er nog wel wat in vervoeren ook. Nou ja, dat komt wel goed. Maar materialistische mensen, ik ken ze hoor. Die willen van alles hebben. Kunnen niks weggooien. Zijn heel gehecht aan al die spullen. Dat is niet goed. Dat is niet zozeer dat ik het niet goed vind. Maar het is niet goed. In het grote geheel gesproken. Ongeacht mijn mening is het niet goed. Snap je? En spullen brengen je niks. Je hebt er niks aan. Ja, spullen die je nodig hebt. Maar wat heb je nou echt nodig? Is niet zoveel hoor. Denk er maar eens over na wat je allemaal hebt en wat heb je nou echt nodig. Ja, jij misschien niet hoor, misschien dat jij net bent of net zo, dat je bent zoals ik. Dat je ook niet zoveel in die spullen maalt, even wacht. Als een ander langskomt en die zegt, oh wat een leuk ding, dat je hem dan aankijkt, zeg, vind je het leuk? Ja, wel een erg leuk ding. Dan zeg je, nou neem maar mee. En dan ben jij er weer vanaf. En wat ik hier in mijn woning heb, waar ik echt aan gehecht ben. Ik heb een camera, daar ben ik super aan gehecht. Ik heb 2 hoofdtelefoons, die wil ik ook graag houden. Ik heb een ADC-converter om deze opnames te maken. En een microfoon en een computer natuurlijk. Ja, die dingen, daar ben ik wel aan gehecht. Maar die heb ik, ja, die gebruik ik ook, hè. Gewoon voor mijn bestaan. Net als mijn schoenen. Die gebruik ik. Maar alles wat ik niet gebruik, ja, dat. Ja, dat is of al lang weg, of het staat op de nominatie. Aan sommige dingen heb ik dan een herinnering aan. Ik heb hier een oud Monopoly-spel van mijn opa. Het heeft hij zelf gemaakt. Ja, daar doe ik niks mee, want ik speel geen Monopoly meer. Maar vroeger heb ik er veel mee gespeeld. Ja, dat heb ik nu nog. En als iemand op bezoek komt en dan zegt hij van, hé, wat is dat dan? En dan kan ik weer dat verhaaltje vertellen en dan pak ik ook nog die doos erbij met al die spulletjes. Huisjes en hotels. Dat heeft hij allemaal zelf gemaakt. Al die kaartjes met de hand geschreven. En, zo. En netjes hoor. Kanskaarten en AF. Dat is Algemeen Fonds. En er is nog een derde van het materialisme. Dus behalve dat het van mater komt. Van het vrouwelijke. Van moeder. En dat het heeft te maken met het dat je graag spullen wil. Is er de derde betekenis is dat je denkt dat materie alles is dat er is. En die laatste, dat is superlink. Want
Dat is namelijk fout. Er zijn wel meer dingen die mensen kunnen denken en die zijn fout. Er zijn mensen die denken dat wij eind jaren 60 naar de maan zijn gegaan. Nou, dat is fout. Dat is niet waar. Er zijn ook mensen die denken dat de aanslagen van 11 september uitgevoerd zijn door een man in Afghanistan in een grot in Bora Bora. Ja, dat is fout. En ik wil dat niet bagatelliseren, die beide voorvallen. Maar als je denkt dat alles uit materie bestaat, dat is ook fout. Maar dat is super vervelend, want dan kom je aan de wezenlijkheid van jouw bestaan, van jouw leven. Van jouw leven als mens. En als mens word je toch geacht om na te denken. En van de maanlanding. Ja, iedereen is erin getrapt. Ik ook hoor. Ik heb ook altijd gedacht dat we naar de maan waren gegaan. Zeker in de jaren 60, want toen was ik 10. Nee, ik weet het nog wel, dat was er ergens in de zomer of zo. En dat het dan, het was warm weer en dan bij mijn opa, want wij hadden toen, dacht ik, geen tv. Maar mijn opa van de moeders kant, ja, die hadden dan wel tv en ja, daar was het op tv. Maar die vage beelden. Het was pas ergens in de 21ste eeuw dat ik erover ging nadenken. En dat ik toen, weet ik nog wel, dat ik tegen mensen zei van, dat was toch tegen mijn stiefvader, nee sorry, mijn schoonvader, de vader van mijn vrouw toen, tegen hem zei, ja, er klopt iets niet aan die maanlanding. Want toen die maanlander verticaal landde op de maan, omdat er geen atmosfeer is, ook nog een keer, maar dat ding, die zwaartekracht op de maan is maar 1/6 van die van de aarde. Wordt dan gezegd, hè? En er zit een bepaalde logica achter. Maar dan nog is het 1/6 van de valversnelling. Dus 1,6 meter per seconde kwadraat. Dus je moet remmen. Als je dat ding veilig aan de grond wil zetten. En hoe ga je dan remmen? Ja, je kan alleen maar remmen. Je kan dus niet remmen door te gaan wapperen of zo. Nee, je moet naar de onderkant toe. Moet je materie naar buiten pompen. Met een hele hoge snelheid. Ja, dan ga je toch verwachten dat je maanstof wegblaast. Dus die maanlander, die had in een kuil moeten staan. Ja, en die kuil dan in een hoeveelheid stof. En mijn schoonvader, die is dokter in de natuurkunde. En die keek me aan en die zei van, ja, daar heb je wel gelijk in, Perry. Maar toen kregen we het weer ergens anders over. En later zag ik dan op internet nog veel meer merkwaardige dingen. Die denk van, wow, ja, maar dat wist ik allemaal even niet. En zo zijn de opnames van die controlekamer in Houston. Gewoon een camera die er binnen hing. Hè? En die stond niks anders te doen dan. Ja, eigenlijk niks. Die controlekamer, allemaal hele batterijen met terminals. En mannen in witte overhemden met een stropdas. Die daar een beetje sigaretten zitten te roken en op knoppen duwen. Hè? En meer gebeurde daar niet. En toch werd dat continu gefilmd. En daar zaten ook atmosferische storingen in. En denk ik, ja, maar nou geloof ik je niet meer, hè?
En dat kan dus even niet. Ja. Kijk, toen John F. Kennedy in 1962 of zo... Toen zei hij van, wij gaan naar de maan. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is. Hè? En iedereen, yeah! Nou, daar is een opname van. Daar zitten geen atmosferische storingen in. Nee. Maar wel van die camera die in Houston in de controleruimte hing. Snap je? Nee, daar was wat aan de hand. En met de 11 september natuurlijk hetzelfde. Maar dan terug naar... Hè, als je denkt dat materie... De oorzaak... Hè, dat de oorzaak van de materie in de materie gezocht moet worden. Dus buiten de materie is er geen oorzaak. Buiten de materie is er helemaal niks. Er is alleen maar materie en dat is het. Ja, dan kan jij niet zeggen dat je voor de gek bent gehouden door televisiebeelden. Dan kan je alleen maar zeggen dat je jezelf voor de gek hebt gehouden. Als jij een zaad in de grond stopt... dan heb je na verloop van tijd heb je een plant. Of een struik. En rara, hoe kan dat? En als je zegt, ja, nou, dat kan omdat het namelijk altijd zo is. Nee, dat is geen verklaring. Hoe kan dat? Want die aarde, waar jij dat zaad in stopt, die aarde, dat is één grote chaos. Van rotzooi, van troep. Er zit geen enkele orde in. En zo'n zaad is dan wel, ja, is geordend natuurlijk. Maar hoezo breidt die orde zich uit? Snap je? Er is ook een man, die zag ik van de week op internet. En die heeft mensen geholpen met ernstige vormen van epilepsie. De vallende ziekte. En die mensen kregen dan stuiptrekkingen. Nou, je kent dat wel, hè? En sommige gevallen waren zo ernstig en die aanvallen die traden zo frequent op dat ja, die mensen konden eraan sterven. Die waren in principe in levensgevaar. Dus er moest wat gebeuren en medicamenten hielpen niet, medicatie hielpen niet. En het enige wat dan Soelaas zou kunnen bieden, dat was hersenoperatie. Nou, die heeft hij uitgevoerd. En hij zei dan, het was op internet, staat hij dan, hè? Dat hij na al die hersenoperaties die hij had uitgevoerd, niet langer kon geloven dat het de hersenen waren die nadachten. Dat hij niet langer kon geloven dat het de hersenen waren die de persoonlijkheid vormden. Ja. En wat dan wel? Ja, daar had hij dan een vraag bij. Hè? En zo zijn er meer, hoor. Ik heb een uitzending geüpload. Dus ergens nieuws 600, nog iets, 76 of zo. En die luidt getal van het beest en dan iets met een Ouija-bord. O-U-I-J-A. Ouija. Glaasje schuiven heet het op zijn Nederlands. Luister die maar eens. Er is meer dan materie alleen. Dingen als telekinese, want daar heb ik het over. In die uitzending dan, hè, over Ouija-woord. Dat is telekinese. Dat kan je vaststellen. Dat heb ik dus vastgesteld.
Ik was er niet eens bewust mee bezig, maar het gebeurde. En wie was daarvoor verantwoordelijk? Ja, ik deed niks. Je kan moeilijk zeggen dat ik het was. En wat was het dan wel? Ja, ik weet het niet. Maar er was wat gaande. En ik was het niet. En die mensen waren het ook niet. Maar er bewoog wel een glas. En er werd een patroon aangeduid wat ergens op sloeg. Uitermate, niet voor mij trouwens, want ik ben bijbelgelovende christen vanaf mijn 12e. Dus, mij maak je de pis niet blauw. Ik weet dat waarzeggerij en demonische toestanden, ja, de Bijbel zegt dat het werkt, dus zal het wel zo zijn. En ik neem dat ook maar eventjes aan. Snap je? Ik doe daar niet moeilijk over. Ik ben niet bang daarmee. Want ik heb mijn Bijbel. En die zegt mij genoeg. En de waarheid van de Bijbel is voor mij een... dat is hetgene waar ik me op richt. En de spullen die ik in mijn omgeving heb... Ja, die gebruik ik om invulling te geven aan mijn leven. En mijn leven gebruik ik om invulling te geven aan wat ik volgens mij moet doen. Niet voor mezelf, maar noem het maar voor het koninkrijk. Niet het koninkrijk van Willem-Alexander met zijn Argentijnse nare vrouw. Die pausliefhebster. En als je houdt van de paus, dan vind ik jou eng. En Maxima houdt van de paus, dus dan vind ik haar eng. Maar ik bedoel dat koninkrijk, hè, met de grote K. Koninkrijk der hemelen. En is dat ergens? Wat zegt Jezus er ook alweer over? Hij lult zich daar mooi uit, hoor. Wat zegt hij ook alweer? Even kijken. Toch zo'n materieel ding, een computer hier bij de hand. Net zo goed gebruiken ook, toch? Kijk wel. Waar is het koninkrijk? Rijk der hemelen. Kijken of die... Dat is van de EO. Kijk wat hier even, geef me even de tijd. Hè. Wordt hem gevraagd namelijk. Koninkrijk der hemelen, waar dat is, waar het ligt. Dat zijn dan de Jehovah's getuigen. Ah, ze zijn ook aardige mensen. Hij heeft zoiets gezegd. Oh, ja, precies, ja. Lucas 17, vers 21. Die pak ik er even bij, ja. Dat is ook weer materieel. Ik heb zo'n Statenvertaling Bijbel. Ja, die pik je mij niet af. Dat zou ik niet leuk vinden.
Ja, aan de andere kant, je hebt zo'n nieuwe, maar... Maar blijf van mijn Bijbel af. Ten meer dan deze versie, want je hebt het ook van de Statenvertaling, heb je weer helemaal vernieuwd. En daar hou ik dus niet van. Hè. Voor mij maar de meest oude wetse die er is. Deze was daarom ook zo goedkoop, maar €14,50. Dat is echt geen geld, joh. Want dan zegt hij hier dan, dit is Jezus aan het woord, hè? Dan zegt hij, en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Als het gaat om het koninkrijk der hemelen. Want zie het koninkrijk Gods. Dan heeft het zo'n zelfde, denk ik. In deze context. Is binnen u lieden. Had ik iets gezegd, want het is niet in de lucht. Want er zou, de vogels zouden dan... dichterbij zijn. Het is niet elders of zo. Het is niet ergens. Het is buiten u en binnen u. Zoiets is het. Dat is mooi hoor. Maar daar moet je voor werken. En dat probeer ik. Ik zeg niet dat ik het doe, maar... Ik zeg dat ik zeg dat ik het probeer. En of ik het doe, dat oordeel is niet aan mezelf en is ook niet aan jullie. Ik zoek geen aardse eer of zoiets. Dat zegt me helemaal niks. Kijk, daar, dat is je niet-materiële inslag. En geloof me dat als je... Nou, stel je bent allergisch voor de Bijbel. Hè? Dat kan. Ik zou niet weten waarom, maar daar kunnen we het zo dadelijk even over hebben. Hè? Maar stel je hebt nu even last van je Bijbelallergie. Ja, nou, de Bijbel dit, de Bijbel dat. Ja, dan nog, als je Immanuel Kant, als je het voorwoord bij de tweede editie van de Kritiek der reine Vernunft. Heb ik dat, misschien dat ik dat een keer ga voorlezen aan jullie, om het duidelijk te maken. Want dat voorwoord is vrij compact en niet zo heel moeilijk. En daarin maakt Kant duidelijk dat de dingen die jij waarneemt als mens, dat is een uiterlijkheid, een verschijning, een perceptie van een werkelijk ding, maar dat werkelijke ding kan je niet zien. En zo valt alles op zijn plek. Want als je dat niet doet, en als je de materie zoals je die waarneemt, als je die verheft tot het wezenlijke, ja, dan blijf je, of dan stuit je uiteindelijk op een heel groot probleem. En dat is dan het probleem om het antwoord te vinden op de vraag, waar komen wij vandaan en wat is het doel van het leven? En als je geen doel hebt, als je dus niet weet waar je vandaan komt, en als je ook niet weet wat het doel is van het leven, dan weet je dus ook niet waar jij vandaan komt, en weet je ook niet wat het doel is van jouw leven. Wat ga je dan elke dag doen? Dan ben je doelloos bezig. En dan is het enige wat jij kan doen, is dan maar spullen gaan verzamelen. En dan ben je weer terug bij af. Dan heb jij een materialistisch bestaan.
Ik ken een vrouw en een arme man van de. Die man die heeft een camper geregeld. Had een camper geregeld. Dat is een tijdje terug dat het speelde. Had een camper geregeld. Ja, zeker leuk. Dan kan je lekker makkelijk op vakantie. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik dat ook leuk zou vinden als ik daar de ruimte voor had of zo. Hè? Maar momenteel zou ik niet weten waar ik dat ding moet laten. Maar lekker als je een gezinnetje hebt, dat zou wel leuk zijn. Lekker met de camper. Ja. Tentje erbij voor de kinderen. En ik met moeder de vrouw slapen lekker in de camper en de kinderen lekker buiten in het tentje. En dan rij je lekker overal naartoe. Oh, dat is best wel leuk hoor. Nou, het was die camper geregeld. En dan die vrouw. Ja, dan wil ik een espresso-apparaat. Arme man. En dat kan helemaal niet. Ja, kan niet, ligt op het kerkhof. Ja, natuurlijk kan het wel. Maar dan, nou, ga er maar aan staan. Ik denk dat zo'n accu dat niet leuk vindt hoor. Dat je daar in één keer. Zo'n beetje espresso-apparaat. Een beetje fatsoenlijke wil. Ja, die trekt er even meer dan een kilowatt. Niet zo heel lang natuurlijk. Maar het trekt wel even meer dan een kilowatt. Ja, denk je dat die accu dat leuk vindt? Ik betwijfel het hoor. En dan blaas je er wel eventjes in één keer 7 ampère of zo. Wauwie. Ja, en los daarvan, als je dan op een camping staat, dan kan je natuurlijk de stopcontact je stroom trekken. Maar dan krijg je maar 6 ampère. Nou, met een espresso-apparaat van 1300 watt. Dan mag je blij zijn dat je dat redt. Anders dan klapt de zekering klapt eruit. Dan is de campingbaas boos. Maar hey, 6 ampère is wel de limiet, hè? Ja, wat wil zo'n vrouw nou? Wat is er nou mis met als je op vakantie bent? Dat je. Ja. Espresso? Ja. Ik weet nog dat ik met mijn vriendin op vakantie ging. En we hadden een pot oploskoffie meegenomen. Ik vond het toen lekker. S'morgens vroeg heb je de avond lekker doorgesopen. En dan s'morgens wakker worden met zo'n kater. En dan eventjes even wakker worden met een kop koffie. En dan langzaam zo herstellen. Want eigenlijk gaat het wel weer. En zaten we er ergens in Hongarije aan het meer. En dat heet iets van Venezia of zo. Niet het Balatonmeer, maar het andere. Een klein meertje. Dat is een leuke vakantie. Nou, wij die pot douwe Egbertsmeuk lekker meegenomen. Ja, je gaat het niet moeilijk doen. Dan, En ik wilde per se koffie. Nou, het viel uiteindelijk reuze mee. Aan het einde van de vakantie hadden we nog meer dan de helft van die pot over. En we hadden kennis gemaakt met Hongaarse mensen die er ook stonden. Konden we met handen en voeten een beetje praten. Een beetje Duits en zo. Een beetje Engels. Een hele aardige lu. Nou, naar die mensen toegelopen. En die pot mijn koffie gegeven. Ja, wat moet ik met die meuken in Nederland? Ja, hallo. Die mensen waren er blij mee, joh. Oh nee, oh wat leuk. Oh. En die kwamen even later. Kwamen ze naar onze tent toe. Hadden ze een flesje met artisjokken likeur gekocht. Likeur. Dat weet ik nog. Artisjok. Kan je ook likeur van maken. En ik nog zo stamelen van, dat is veel te duur. Want die pot koffie, die oploskoffie van Douwe Egberts, dat kostte er helemaal geen drol in Nederland. En die mensen, nee, maar dat is heel duur wat jullie ons gegeven hebben. En dat is, dat was daar dus heel duur. Ja, wist ik veel. Nou, ze nemen lekker mee hoor.
Ja, en ik dacht, ja, ja, is drank. Ik drink nu niet meer. Ik ga het denk ik niet meer doen ook. Maar. Zullen we nog wel zien. Maar drank, ja, dat drank ik wel op. Het erge van het materialisme is dat je geen doel hebt in je leven. Anders dan... Ja. En dat je een leuk flatje hebt. En dat je uitziet van... Ja, ik wil eigenlijk een iets grotere flat. En ja, ik zou graag een flat willen met dit. Of ik wil... weet ik veel wat je allemaal wil. Weet je? Een auto met een vijfde deur of zo. Nou, met Wim ook over de Clio. Wim Kruidentuin. We hadden een Clio-vergadering en Wim had het gehad met de Clio. Ja, hij moet maar weg en ik wil er eentje. Ik wil een auto met vier deuren. Of vijf deuren. Ja, je kan zeggen vijf deuren. Want er zit zo'n grote klep achter. Ja. Niet echt een koffer dinges, maar een derde deur dus in dit geval. Met die Clio. Oh, ik wil er eentje met vijf deuren. Nou, voor mij en Martin hoefde dat helemaal niet. En gelukkig is Wim inmiddels bijgedraaid. Want, er waren wat andere dingen met de Clio waar hij zich in irriteerde. En die zijn opgelost. Dus toen dacht Wim, ja, laat dan die deuren maar zitten. Dus nu weer als we mensen mee moeten nemen en die moeten op de achterbank. Ja, dat is een gehannes. Dan moeten die stoelen naar voren geklapt worden. En pas op dat je je hoofd niet stoot. Maar toch... je moet een doel hebben in je leven. Een doel wat voorbij gaat aan de materie. En ik heb dat gevonden. Ik wilde dingen leren. Ik wilde weten waar... Ja, ik wilde weten waar het centrum van het heelal lag. Dat weet ik nog. En dat weet ik inmiddels. Dat ligt hier. Ja. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 27, 28 was. Dat is ook al een tijdje terug. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Dat ik dat tegen een goede vriend van mij, die hier recentelijk nog is geweest, by the way. Dat ik dat toen tegen hem zei. En hij was toen helemaal into boeddhisme en alles. En dat is ook een beetje zweven hoor. En ik zei tegen hem van, ik wil weten waar het centrum van het universum ligt. En hij zei tegen mij, wat een goede vraag. Jij gaat op zoek naar het antwoord. En ik heb het gevonden. Het is hier. Met andere woorden, het hele universum draait om ons. Ja, Perry, dus een beetje van de platte aarde. Nee. Hey. Haal nou niet alles door elkaar. Als ik zeg dat het universum om ons draait, betekent dat in mijn taalgebruik... dat alles gaat om ons. Alles gaat om ons. Dat maakt ons ongelooflijk belangrijk. Ja, zoals een moeder kan zeggen, van, mijn leven dat draait om mijn kinderen. Ja, niet dat die moeder dan om die kinderen heen draait, want die moeder zit thuis en die zegt, kom eens naar huis, want het eten staat op tafel. Als die kinderen dan zeggen, ja, wij draaien om moeder heen. Hè? Maar die moeder zal zeggen, nee, mijn leven draait om jullie, hè, tegen die kinderen. Erom draaien betekent hè, waar het om gaat. Goed toneelspelen draait om eerlijk zijn als je spreekt. Geloofwaardig zijn. Dat is goed toneelspelen.
een goede foto maken draait om jouw schoonheidsbesef van hetgeen dat je fotografeert. Als je iets niet mooi vindt, dan kan je geen mooie foto maken. Dus je moet eerst moet je iets mooi vinden. En uit die bewondering kan jij een foto maken. Dus fotograferen draait om het onderwerp. En jou en de schoonheid die jij daaraan koppelt op dat moment. Nou, jouw schoonheidsbesef, daar draait het fotograferen om. Als je, ja, ik heb het aan mezelf gemerkt hoor. Ik kon het goed merken dat ik heb foto's gemaakt omdat ik vond dat ik op dat moment een foto moest maken. En dan ben je al die foto's aan het bekijken en dan denk je, yeah, wat een saai foto. Huppakee, trash. Zo ben ik erachter gekomen. Het waar het om draait, het universum draait om ons. Bijzondere wereld hoor. De wereld is veel bijzonderder dan jij denkt. Want er zit dat geheel achter de wereld. Hè? Wat in de Bijbel wordt genoemd het Koninkrijk der Hemelen of het Koninkrijk Gods. De grote werkgever. En daar waar jij je schatten moet verzamelen. En niet hier op aarde. Oh, daar ga ik er even mee afsluiten. Dat is wel mooi. Verzamel. U geen. Ja, het staat gelijk al. Google heeft toch. Ook heel veel Bijbel gelezen. Hè? Dat is Matthäus 6. En dit is dan de. Nou, dan pakken we even de Statenvertaling erbij. Ik ben zo trots hè, dat ik een echte Statenvertaling heb. Van €14,50, man. Gloednieuw, hè? Ja, meneer, het is wel een beetje die ouderwetse. Ja, mooi zo. Mijn dochter heb ik de King James gegeven. En daar heeft ze dan één keer in gebladerd. Oh, 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 oh. Maar ze is er niet van me af. Dus. Kijk hoor. Vers 19. Vergadert u geen schatten op deze. Nee, even letterlijk. Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ja, die Jezus die was zo gek nog niet. Hij was denk ik niet zo op de hoogte van het begrip universum. Maar als hij dat wel geweten had, dan had hij ook gezegd van ja, het universum draait om ons. Het middelpunt van het universum, dat ligt hier. Of beter gezegd, nee wacht even, ik had gezegd waar ligt het universum? Dat was het daar. Waar ligt het universum? Nou, het universum ligt hier. Het universum ligt niet naast, hè?
ergens. Het is hier. We zitten er middenin. De hele boel draait om ons. Dus wat zal je dan materialistisch zijn? Los van het feit dat je dus vanuit de materie niks kan verklaren. Dat is helemaal onmogelijk. De metafysica die weet dat. Ik heb het net gehad over Immanuel Kant. Daar heb ik ook nog hele mooie beschouwingen over gehouden. Immanuel Kant is dat hij heeft aangetoond dat de materie, dat die verschijning, dat het alleen maar gaat om een verschijning. Dat is van Kant, dat woord. Maar de wezenlijkheid, ja, die kan je niet waarnemen. Maar die wezenlijkheid is wel hetgene dat er is. Snap je? Of je dat nou leuk vindt of niet. Het is dat wat er is. Dat is de wezenlijkheid. En de materie is alleen maar een verschijning. Dus wat moet je ermee? Het is leuk hoor, postzegels verzamelen of zo. Maar je wordt er niet gelukkig van. Ja? Nou, reuze bedankt voor het luisteren. Dat stel ik op prijs. Hè? En ik doe deze uitzendingen ook helemaal niet voor geld. Zo. Gewoon geen reclame. En ja, maf. Maar het is best een hoop werk. Om het allemaal, die filmpjes te renderen en te uploaden. En dan netjes doen en een beetje categoriseren. En dan mijn website weer even bijwerken. Zo. Dat kost me allemaal wel tijd. Maar dat is verder niet erg. Want het zal wel ergens toe dienen, dat geloof ik. En van jullie hoef ik geen beloning. Daar zorg ik zelf wel voor. Of zoals ik dan altijd grappig zeg, van, anders beroof ik wel een oud vrouwtje bij een pinautomaat. Terwijl niemand het ziet. Dat zo'n oud vrouwtje dan tegen de politie zegt van ja, en hij sprak heel slecht Nederlands. Ik denk dat het een buitenlander was. Dan krijgen die buitenlanders weer de schuld en dan loop ik lekker weg met de buit. Nee, natuurlijk niet. Dat is maar een grapje. Nee, natuurlijk doe ik dat niet. Maar ik hoef geen beloning, ik hoef geen geld, ik hoef geen spullen. Laat mij maar in mijn gang gaan. Dat wil ik wel graag. En ik stel het op prijs dat jullie ernaar luisteren. Als ik dan zie op YouTube dat ik weer zoveel views heb, dan denk ik toch van goed zo. Hoi, wat leuk. Dat is voor mij genoeg hoor. Als ik een hoop views heb. Dat doet mij deugd. Dus als je zin hebt. Oh ja, en abonnees vind ik ook leuk. Dus als je zin hebt om te abonneren, graag. Dan geef je mij een goed gevoel. Ik kan ook mijn bankrekeningnummer geven. Dan maak je een tientje over. Maar dat zegt me helemaal niks. Maar als jij je abonneert op mijn kanaal. Ik heb momenteel maar 49 abonnees. Nou, dan heb ik er weer 50. Laatst had ik heel even 50. Maar toen is er weer iemand weggelopen. Ik denk, ja. Maar ik zou er wel 150 willen. Waarom niet? Dus hoort, zeg het voort. Maar als je zelf al abonnee bent, strik iemand anders. Dat hij dat ook doet. Help Perry de Winter door, zeg. Het is nu de tijd daarvoor. Hey, super bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lieverds.